Hanne Bijlemans. Ik werk als adjunct projectleider in het team Stabiliteit van de divisie Buildings. Ik werk nu 2,5 jaar bij Sweco. We staan hier op de site van het woonzorgcentrum Rozendaalveld in Mechelen. Wij hebben hier als Sweco de stabiliteit, technieken en EPB gedaan van het project. Wij werken hier als onderaannemer. Het project bestaat uit 3 verschillende blokken. De uitdaging van het project was dat in 2 blokken zo'n groot mogelijke open ruimte moest gecreëerd worden. In de A-blok bevindt zich een expositieruimte van Living Tomorrow om de technologie van de toekomst te tonen. In de B-blok, waar we ons nu in bevinden, zit een brasserie. Ik heb vanaf het begin heel veel verantwoordelijkheden gekregen van Sweco bij het uitvoeren van projecten. Ik heb me daardoor eigenlijk nooit echt een junior gevoeld binnen het team. Ik ben nu ook doorgegroeid naar adjunct projectleider. Een van de leuke initiatieven van Sweco is Jong Sweco, waarin activiteiten worden georganiseerd doorheen het hele jaar. Een van mijn leukste ervaringen was de Jong Sweco-reis naar Keulen, waarbij we met een grote bende collega's Keulen onveilig zijn gaan maken. Ik verkies Sweco als nummer 1 werkgever omdat de sfeer binnen en buiten het team ongelooflijk tof is.